Ik ben Rudy van Genechten. Hallo, ik ben Marie. Hallo, ik ben Elisabeth. Ik ben Yannick. Mijn naam is Alex Wijkmans. Hallo, mijn naam is Billy. Ik ben Inge, ik ben de verantwoordelijke voor opname en onthaal. Wat die normale periodes inhoudt, dat de inkombalie verzekerd wordt en de inschrijvingen. In COVID-tijden zijn we heel veel bezig geweest met screenings van patiënten die opgenomen worden, zodat het allemaal veilig kan. En ook de toegangscontrole die we in de verschillende vormen hebben gehad, eerst via de automaten en de scanning en dan nu via de bevraging van de patiënten. Als je vandaag als patiënt in het ziekenhuis moet komen. Goedemiddag, u heeft een afspraak? Ja. Ik zal eens even kijken, hè. En dan kunnen de buddies echt wel het verschil maken. Door de patiënten te vergezellen naar de juiste afdeling en een beetje steun te bieden, kunnen we dan toch een beetje support aan de mensen geven. En daar zien we toch echt wel hoe we op een menselijke manier het verschil kunnen maken. Als vrijwilliger opgegeven om hier in Tisa te komen helpen. En ik dacht, die shiften die regel ik wel met mijn kinderen en met mijn werk. Ik heb daar echt niet over getwijfeld en ook nog geen seconde spijt van gehad. Ik vond het een ongelooflijke ervaring. Ik ben wel moe. Gemiddeld 13.000 stappen per dag, hè. Dat voelt wel. Maar het is heel, heel leuk. Heel mooi om te zien hoe dat collega's echt uit hun comfortzone moesten komen na maanden thuis te werken. En iedereen is er echt zo super gemotiveerd ingevlogen en had daar ook heel veel voldoening van. En ik vond dat echt mooi om te zien dat wij als AXA zo flexibel waren en mensen echt hebben kunnen helpen. Toen ik de eerste keer de oproep zag op de One, heb ik geen seconde getwijfeld om mijn kandidaat te stellen om hier mijn steentje te komen bijdragen. En het is een wezenlijk verschil wat wij hier kunnen mee leveren voor de mensen van de zorg. Je voelt echt dat je een meerwaarde bent, dat je een nuttig werk aan het doen bent ter ontlasting van de mensen van de zorg zelf. Ik werk normaal op de dienst Collections en wie konden ze nu beter op de pakjesdienst zetten waar alle pakjes komen binnengebracht worden en afgehaald worden. Dus dat is hier ook een soort Collections van UZA. Dus ik voel mij hier thuis. Door de band genomen alles positief, maar ik heb ook een vriend tegengekomen die ik al heel lang niet meer had gezien. En alle mensen die zo blij en content en dankbaar zijn met de hulp, ja, dat doet natuurlijk ook veel. Mij doet het heel veel deugd. Ik heb heel veel voldoening gehaald uit deze week. Ik ben gepensioneerde van AXA Bank en via had ik gehoord dat er hier in Tisa volk gezocht werd om de intake te bemannen, dus ik heb mij opgegeven en ik vind het wel leuk. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt als ik hier deze week heb moeten werken, zowel vroeg als laat, dus ik heb echt shiften moeten doen, maar het was in ieder geval heel leuk. Ik had eerst een beetje het gedacht dat mensen in het bankwezen een beetje stijver gingen zijn, maar dat was eigenlijk totaal niet zo. Echt lachjes, er zijn mensen dat al dansjes aan het doen waren op vrije momenten. Dus ik denk dat zowel mijn collega's als ik echt wel kunnen zeggen dat jullie echt een topteam zijn. En ik hoop dat er geen een derde golf komt, maar jullie zijn altijd meer dan welkom om bij ons te komen. Voilà, zie, we zijn er. Dank u, dank u.